Het is tijd voor een nieuw werkstukje. En wel eentje over een game waar, denk ik, een heleboel mensen op dit moment mee bezig zijn. Alhoewel het niet meevalt met die hitte. Ik doe het in ieder geval wel elke avond een paar uurtjes. Ik heb het natuurlijk over Diablo 4. Epische game, wat mij betreft. Misschien ook wel de beste Diablo die ik ooit heb gespeeld. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Ik wil het even over hebben. Over. Waar, ja, hoe is die game ontstaan? Want het is natuurlijk deel 4. En aan al het moois moet ooit een begin komen. En dat begin ligt hem eigenlijk in 1997. En anderen zeggen 1996. Want het zou namelijk 31 december 1996 kunnen zijn. Uh, of 2 of 3 uh, januari 1997. Dat is namelijk de datum waarop de allereerste Diablo. En ik zet hem even aan. Voordat je een beetje weet waar het over gaat. Het gaat over deze game. De allereerste Diablo uitkwam. En um, ik ga je de komende 15 à 20 minuten even vertellen hoe deze game ontstaan is. Want zoals altijd, als je gaat graven. Als je gaat kijken hoe het gebeurd is. Het is nooit één groot strak proces. Sterker nog, degene die zeg maar het idee had. En die de grote man achter deze game was, die wilde. Heel iets anders. Die wilde een totaal andere gameplay uh, bij Diablo uh, inbrengen. En het is dat zijn team in meerderheid met handopsteken besloot dat het toch anders moest. Anders was het een hele andere game geweest. En ik denk zelfs dat het helemaal niet zo'n bekende franchise was geworden. Maar goed, Diablo dus. Het bestaat inmiddels 26, 27 jaar. Uh, het is daarmee een van de langstlopende series. Het is uitermate succesvol. En uh, ik denk dat het ook wel top 10 materiaal is uh, qua meest bekende series, meest invloedrijke series. En uh, de man die ook deze game gemaakt heeft, uh, wordt ook door veel uh, gamesjournalisten gezien als top 10 meest invloedrijke personen. In de game development geschiedenis. Kortom, het is nogal wat. Maar goed, deze game. Uh, hoe is die ontstaan? Nou, het is niet alsof Blizzard er opeens mee kwam. Sterker nog, deze game komt helemaal niet van Blizzard vandaan. Uh, het is eigenlijk een heel ander bedrijf geweest die deze game gemaakt heeft. Een andere persoon die later wel. Geïncorporeerd werd, dus aangekocht werd door Blizzard. En toen de game is uitgebracht, was het ook daadwerkelijk Blizzard, maar het kwam van een heel ander persoon, een heel ander bedrijf vandaan, namelijk het bedrijf Condor. En niemand zal dat wat zeggen, dat doet er ook niet toe, het bedrijf staat al lang niet meer, maar dat is de developer die ooit begon aan Diablo. Goed, um, waar moeten wij beginnen met deze, uh, 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 ja, deze speurtocht? Uh, goed. Er is altijd één iemand die met een idee komt, een basisidee. En die persoon, uh, daar heb ik een prachtige foto van. Het is deze uh, serieuze meneer. Uh, dit is inmiddels al wel een recentelijke foto, maar in de tijd dat hij begon met Dia Diablo, en ik heb het hier over David Bravic, uh, was hij een stuk jonger en was hij vooral een, um, een nerd, een tech nerd, een programmeur die al vanaf Kindsaf aan maar één droom had, en dat was. Althans, ik wil niet zeggen dat hij één droom had, want gedurende zijn middelbare schooltijd ontstond de game, de videogame, waar de mogelijkheden om videogames te maken en hij had eigenlijk maar één droom en dat was een videogame maken. Maar goed, in die dagen, ik heb het over 1990, was het niet zo makkelijk, je kon niet even bellen met, met een Blizzard of een Rockstar of een Bungie, uh, er was gewoon niet zoveel en de meeste games werden gewoon gemaakt vanuit het achterkamertje, het zolderkamertje, het jongenskamertje en uh, ja, dan moest je er ook maar kijken of je er überhaupt geld mee kon verdienen. Dus hij koos een iets andere route. Uh, hij Ging gewoon werken voor een, een, een PC-bedrijfje, wat clipping art maakte. Ik heb even niet opgezocht wat clipping art maken is. Uh, het doet er ook namelijk helemaal niet toe. Behalve dan dat deze man uh, uh, bezig was met een aantal mensen die daar ook werkten aan een project. En dat project, dat doet er ook totaal niet toe, maar wel de naam. Dat project dat heette Project Condor. Het bedrijfje waarvoor hij werkte uh, ging failliet. Uh, stopte ermee en hij stond op straat. En had zoiets van: oké, okay, nu kan ik twee dingen doen. Ik kan weer voor een of ander lamlendig PC-bedrijfje gaan werken en geld verdienen. Of ik kan mijn droom achterna gaan. En hij koos ervoor, en dat zie je altijd: dat zijn de mensen naar mijn hart. Hij koos ervoor om zijn droom achterna te gaan. Hij begon een. PC gaming bedrijfje of ja, nou ja, hij wilde een game maken voor DOS uh, in die tijd en uh, hij noemde het Condor. En samen met een aantal vrienden uh, had hij het idee: hij had een soort van iets in zijn hoofd en dat was Diablo. De um, game heette toen ook al Diablo, hij had een idee. En hij werd geïnspireerd door. En ik zal even uh, kijken. Ik uh, laat het even laten zien. Hij werd in, geïnspireerd door onder andere deze game. Uh, die game die heet Rogue. Uh, je ziet het wel, het is echt aan het begin van uh, 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 wat gaming was. Uh, je moet hier echt wel eventjes goed over nadenken. Uh, om hier Diablo in te zien. Maar ja, dit was ook een beetje een soort van dungeons. Waar je in kon. En dan kon je dan loot vinden. En dat soort dingen. Dat vond hij fucking interessant. Hij was in de ban van de RPG. Wat ik zeg, hij was een archetype nerd. Um, en zo'n um, game maken in, in dit stramien. Dat wat, was echt wat hij wou. Alleen in die tijd uh, waren er weinig publishers. En die pubbers die er waren, die hadden ook het idee van... Um, RPG's, dat hebben we allemaal wel gehad. Dat, dat, dat gaat er niet meer doen. Uh, uh, racen, fighting games, al dat soort dingen. Of je staat een beetje in die fase. Daar zit het grote geld. Dus als jij nu met een RPG-game aankomt... Uh, nee, dank je. Daar hebben wij geen behoefte aan. Kortom, um, hij had dat idee weliswaar. Het is natuurlijk hartstikke leuk om een idee te hebben. Maar je moet het wel kunnen maken. En... Er moest geld komen. Want uiteindelijk moest hij ook uh, zijn medewerkers gaan betalen. Uh, die met hem uh, in dat kleine kantoortje aan het werk waren. En om dat te kunnen doen. Um, ja, ging hij gewoon andere games uh, bouwen. En een van die games. die hij aan het bouwen was. En dit is te bizar voor woorden dan weer. En uh, ik heb dat eigenlijk even niet helemaal opgezocht. althans, ik heb er beeld niet bij gezocht. Um, dat is een game. En die heet, en dan moet ik ook weer even zoeken. Hopelijk dat ik het uh, even snel kan vinden, want ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Uh, die heet Justice League Task Force. En terwijl ik praat, ga ik kijken of ik hem dan in YouTube even ook kan uh, vinden. Um, daar gaat hij. Uh, ja, en dan moet ik kijken of ik wat gameplay kan vinden. Want dat was een game waarin hij uh, werkte. En um, hij ging met. Het was een bestaande game waarvoor hij een port deed. Volgens mij naar de PC. Maar dat doet er even niet toe. Hij ging naar um, de CES. Dus de Consumer Electronic Burst in Las Vegas. Waar toen eigenlijk ook de E3 plaatsvond. Althans de voorganger. De gaming scene zat daar altijd. In zo'n paviljoen, in zo'n tent buiten. En bij dat. Uh, um, uh, toen hij dat liet. Toen hij dat daar op een steentje aan het tonen was. En hij liep een beetje rond. kwam hij eigenlijk een ander bedrijfje tegen. En dat andere bedrijfje. Um, dat heet, um, dat, dat, uh, dat heette Silicon and Synapse. En Silicon and Synapse zal niemand wat zeggen. Maar Silicon and Synapse. dat is eigenlijk de voorloper van Blizzard. Hij kwam bij dat bedrijfje tegen. Um, de stand daarvan. En die toonde namelijk gewoon. Ook Justice League Task Force, maar dan voor dat wat je net zag, de SNES. Kortom, ze waren met dezelfde game bezig, dan weliswaar voor andere platformen. En het zag er min of meer hetzelfde uit. Ze hadden min of meer dezelfde gameplay-ideeën. Kortom, daar vormde zich een soort van brotherhood: een soort van band die ze met elkaar hebben. Ehm. Um, Waarschijnlijk zijn ze 's avonds even wezen, bordelen, biertje gaan, uh, gaan halen of naar een pizza joint geweest. Um, en uh, David Brevik vertelde daar dat hij bezig was met uh, ja, Diablo. En uh, hij legde een beetje uit wat het was. En dat landde wel. Dat idee dat landde uh, bij uh, 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 Silicon en Synapse. En die hadden zoiets bij. dat is tof man. Uh, ja, ga ermee door. Want. Dat klinkt wel heel erg vet. Um, hij is daar toen mee doorgegaan. Um, wat ik al zei, publishers hadden er weinig behoefte aan op dat moment. Maar Silicon en Synapse is vrij snel daarna Blizzard geworden. En Blizzard uiteindelijk, dan gaan we richting 1994-1995. Uh, heeft toen weer, ze hebben weer contact met elkaar gehad. En toen heeft Blizzard besloten van wij gaan investeren in. Jouw game. Wij gaan investeren in jouw idee voor Diablo. Um, waar komt dan die naam vandaan? Want dat is eigenlijk ook iets uh, wat ik tijdens dit onderzoekproces uh, 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 tegenkwam. Want ik dacht namelijk altijd: Diablo, ja, de, de duivel, hel. Weet je wel. De, 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 weet je, je bent de hele tijd maar in die, in die hel aan het rondbanjeren. Logisch dat Diablo voor duivel staat. Dat is dus helemaal niet zo. Um, uh, Diablo uh, komt. Uh, van deze berg. Dit is namelijk Mount Diablo. En dit was in de buurt waar David Graffick is, uh, is opgegroeid. En hij had gewoon een naam nodig. Uh, nou ja, weet je wel, uh, Mount Diablo dat klonk wel stoer. Hij heeft de game, althans het, het idee, heeft hij Diablo uh, genoemd. En dat paste eigenlijk wel een beetje bij uh, uiteindelijk het verhaal wat hij helemaal erachter had. Dus vandaar dat we dus nu aan de naam Diablo zitten. Het heeft niks met de duivel te maken. Inmiddels wel, maar niet in origine. Goed, um, toen ik dit een beetje aan het uh, researchen was over hoe Diablo ontstaan is, kwam ik erachter dat uh, David Braffick, die inmiddels. Um, uh, hij was op een gegeven moment de eigenaar van Blizzard North. Dat is eigenlijk weer de. Uh, uh, de volgende versie van Condor, toen Blizzard uh, samenging. Ik uh, bedoel, ze hebben hem aangekocht. Um, toen is het Blizzard North uh, geworden, zijn kantoor. Nou, uiteindelijk heeft hij dat weer verkocht aan Blizzard. Het kantoor Blizzard North bestaat niet meer. Daarna heeft hij echt 16.491 verschillende bedrijfjes, studio's, gamebedrijfjes heeft hij bijgezeten. Inmiddels zit hij bij Greybeard. Daar is hij ook, ook mee bezig om games te maken. Ik moet heel eerlijk zeggen, na Diablo heeft hij natuurlijk nooit meer zo'n succesverhaal gehad als Diablo zelf. Maar uh, hij heeft daarna best wel veel talks gehouden, bijvoorbeeld bij de GDC... over hoe hij Diablo heeft ontwikkeld. En uh, het leuke daarvan is dat hij op zijn eigen website uh, van Greybeard... heeft hij ook eigenlijk zijn pitch voor Diablo. De originele pitch voor Diablo, die heb je nu hier in beeld. Uh, die heeft hij daar gewoon staan. Dit is, en ik vond het echt heel erg tof... dit is hoe games verkocht worden aan een publisher. En uh, je ziet het, het heet Diablo uh, Game Concept by Condor Inc. Het is 1994. Uh, nou ja, goed, uh, je kan het zelf opzoeken. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Zoek het gewoon even op. Het is gewoon bij uh, Greybeard is het te vinden. Uh, en dan omschrijft hij eigenlijk hier uh, uh, Wat Diablo is? Het is een role-playing game waarin een play, uh, player creëert een single character en guide's hem door een dungeon in een attempt to fight and destroy Diablo, de duivel himself. Dus uiteindelijk is het wel de duivel, de duivel geworden. En um, het leuke daarvan is dat er een aantal dingen in zitten die uh, anders zijn dan je had gedacht. Namelijk Diablo was gebaseerd, geïnspireerd door XCOM... Oftewel, het was een turn-based game met gewoon vakjes... waarin eerst deed jij een set met je karakter... dan deed de, de tegenstander een set, et cetera, et cetera. Je had turn-based battles. Dat was de shit. Dat was wat David Graffick speelde. Dat is wat hij heel erg uh, tof vond. En uh, even kijken, ik weet niet of hij dat er ook nog in heeft zitten. Nou, je ziet volgens mij hier verderop... Zie je wel, uh, 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 ja hier. The game runs on a turn-by-turn -turn basis. The player moves, then the, op the, the opponent moves. Each character and monster may have a certain amount of action points... which would de determine what actions are possible in a given turn. Old, old, old school. En het leuke is dat um, Blizzard um, in dat overleg wat ze had... want ze hebben eerst zeg maar, een bepaald bedrag aan hun gegeven. Dat was 300.000 dollar. Uh, dat is eigenlijk ook nog wel een leuk verhaal, want um, ze zaten dus best wel met de handen in het, uh, in, het, in het haar, omdat ze gewoon geen geld hadden om die droomgame, Diablo, te maken. Uh, daardoor maakten ze andere games. Ze hebben sportgames, NBA Jam, dat soort dingen. Hebben ze allemaal werk voor gedaan. Dat vonden ze eigenlijk helemaal niet zo leuk. Uh, niemand had de interesse om de boel te funden. Dus toen Blizzard zei van, oké, okay, ik heb hier een bedrag voor je, drie ton zeiden ze meteen... ja, nee, is goed. Um, binnen een jaar is die game af. Dat heeft hij niet gehad. Maar goed, binnen een jaar is die game af. Waarbij hij op een gegeven moment dacht... fucking hell, man. Dus ik heb twintig mensen hier aan werken. Ik heb drie ton. Driehonderdduizend dollar heb ik gekregen van Blizzard. Want dat was het bedrag... Uh, gedeeld door 12 binnen een jaar. Dat is 20.000 dollar de man. En dan moet ik ook nog mijn kantoor betalen. Hoe de fuck uh, moet ik hier een business op draaien? Dit kan gewoon helemaal niet. Maar goed, dat kun je maar aanzien. Deze mensen zaten er niet voor het geld. Deze mensen zaten er gewoon om computergames te maken. Dat was hun droom. Dat is waarom ik ook heel erg hou van die oude wereld. En natuurlijk, vandaag de dag, developers hebben nog steeds wel die passie. Maar het is steeds meer... Management gedreven van dat is hip, dan maken we dit. Dat is hip, dan maken we dat. In plaats dat gewoon iemand een droom heeft en die game gaat maken. En dat er een partij is die zegt van ik ga jou gewoon ondersteunen om die droom te realiseren. Anyway, turn based dus. Um, Blizzard gaf toen aan, toen ze een beetje aan het heen en weer uh, waren. Met, 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 met gameplay van. Ik weet het niet, man. Uh, die turn-based voelt niet helemaal goed. Uh, je moet het real-time uh, real maken. Real-time action. Dat is zoals we Diablo kennen. Je loopt met je mandje hakken, hakken, hakken. Uh, en je krijgt uh, loot binnen en je verslaat hem. Um, het grappige is, David Bravik was moordicus tegen. Hij was absoluut tegen real-time. Hij zei: Het moet turn-based worden. XCOM, dat is de shit. Zo moeten we het doen. Maar David Bravik was ook iemand. Uh, die democratisch gezind was. We doen dit met z'n allen. Kortom, er kwam een stemming. Een stemming met hand omhoog. Um, de, de, ja, zeg maar, uh, de historie vertelt uh, dat er uh, vier man, inclusief uh, David Graffick, uh, het handje omhoog deden bij Turnbase. En meer dan een dozijn, dus dat zal dan wel vier uh, min 20, als het 21 zijn, uh, dat zullen er dan wel uh, 17 zijn. 17 man zeiden real time. En David Bravic uh, had geen andere keus dan hiermee akkoord te gaan. En uh, hij was ook de man die de gameplay programmeerde. Dus hij moest een oplossing vinden om uh, de game die turn-based was, om te turnen in real-time. En hij vertelde dat tegen uh, Blizzard, van oké, okay, goed, we gaan het real-time maken. Daar waren ze heel erg blij mee. Maar hij zei... Ja, dat, dat gaat ongetwijfeld veel tijd kosten. Uh, dat kan ik niet zomaar even fixen. Dus uh, met die drie ton kom ik niet uit. Kunnen jullie wat meer geld bieden? En tot zijn verbazing gaf Blizzard uh, dat geld. Uh, inmiddels had hij, geloof ik, ook een andere deal voor een miljoen voor een andere game. Uh, had hij gekregen. Een game die er eigenlijk wat dat betreft niet heel erg toe doet. Uh, en uh, daardoor kon hij verder met het ontwikkelen van die. Game. En het grappige is, en dat heeft hij ook best wel vaak verteld, hij dezelfde avond dat ze dat besluit namen, is hij gaan zitten, dacht hij van, oké, okay, hoe ga ik dit nu fixen, weet je, hoe ga ik een, een, een proces maken, hoe ga ik dat uh, aan mijn team vertellen, hoe ga ik dat, wat wordt het schema om dit te fixen? Hij is een beetje gaan kloten, hij is een beetje in die code gaan hacken, en tot zijn verbazing had hij binnen een avond en een nacht doorwerken, had hij eigenlijk de hele real-time, het hele real-time gameplay-systeem, had hij erin zitten. Hij had dus net gevraagd om een extra voorschot, omdat hij dacht nog een hele tijd door te hebben. Maar binnen een avond en een nacht had hij dus die real-time action door. Hij uh, zegt ook: uh, ik ging spelen, uh, ik ging een dungeon binnen, er kwam een skeleton aan. Hij hakte, hakte, hakte. Uh, hij kreeg de loot. En hij dacht: fucking hell man, dit is toch inderdaad tien keer vetter dan. Uh, die turn-based actie en zo is eigenlijk die kenmerkende gameplay die vandaag de dag nog steeds als een huis overeind staat, is tot stand gekomen. Puur geluk, een stemming, het had zomaar de andere kant om kunnen hebben. Hij had ook als een dictator kunnen zeggen dat gaan we niet doen. Uh, zo zie je maar weer het feit dat uh, uh, het, uh, de voorloop van Blizzard dezelfde game min of meer dezelfde game aan het maken was op uh, de CS, waardoor ze bij elkaar kwamen, etc. Het is vaak zoveel mazzel uh, bij het ontstaan en tot stand komen van dit soort games. In ieder geval, uh, hij heeft die game afgemaakt. Uh, dat had nog wel wat voeten in de aarde. Hij zegt ook: het is de breedste, meest vreselijke crunch aller tijden geweest. En daar heeft hij eigenlijk ook wel een bizar verhaal over. Uh, die game uh, die, he, die had kerstmis 1996 moeten uitkomen. Dat heeft hij niet gehaald. Uh, hij moest crunchen. Hij heeft werkelijk waar maanden, maanden, maanden. Elke avond, elke nacht gespeeld. Zijn vrouw was zwanger op dat moment. Uh, in die eindfase. Alleen hij had nauwelijks tijd om zijn vrouw bij te staan. Daar is hij ook heel eerlijk in. Dat was niet cool. Dat wilde hij daarna ook nooit meer doen. Maar hij moest doorwerken. En het leuke of het leuke. Het bizarre is dus dat. De game dus op 31 31 december uh, uh, 1996 is uitgekomen. Uh, toen is hij zeg maar. Ja. Gelaunched als het ware En een bizarre datum op oud en nieuw. Uh, volgens mij is er nooit meer een game uitgebracht op oud en nieuw. Maar goed, uh, het moest uitkomen. 2 uh, uh, januari 1997 lag de game in de winkels her en der. En 3 januari is zijn kind uh, ter wereld gekomen. Uh, je ziet het. maar zijn dus vrouw heeft ook meegewerkt. Die heeft zoiets van: fuck, ik moet geen kind krijgen totdat die klaar is. En pam, game was klaar, pop kind eruit. Uh, de rest is geschiedenis. Current time zoals hij nooit meer uh, wilde doen. Uh, die game uh, is uitgekomen. Een deel van het succes zat hem ook in uh, de connectie die Diablo kon maken met Battlenet. Er zit een multiplayer. Uh, een multiplayer. Uh, 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 mode zit er natuurlijk aan. En. Um, dat zorgde ervoor dat deze game meer kon bieden dan alleen maar uh, gameplay. Uh, single player gameplay, want dat is het van oorsprong. Je kon ook gewoon daadwerkelijk uh, tegen iemand anders spelen of met iemand anders deze game spelen. En ook daar zit weer een mooi verhaal aan uh, vast. Uh, niemand geloofde in Battle.net. Uh, Blizzard als enige wel. Uh, iedereen was er nog van overtuigd dat multiplayer... dat, dat, dat ging hem allemaal niet worden. Gamers, dat zijn solitaire wezens. Nou ja, goed, het tegendeel is inmiddels wel bewezen. En Battle.net, uh, je gelooft het bijna niet. Het Battle.net van die tijd, van de tijd van Diablo... draaide op één PC, één PC, dat was de server. En dat kwam er ook omdat um, eigenlijk speelden die mensen op hun eigen PC's tegen elkaar. Ze hoefden alleen maar connectie te maken via uh, Battle.net. Maar het feit dat dat kon, zorgde ervoor dat heel veel mensen um, een extra impuls kregen om dit te gaan spelen. En dat maakte ook dat deze game zo groundbreaking is. Dit was echt voor die tijd. Echt wel een big thing. Um, en het maakte eigenlijk um, David Brathick tot een zeer bekend en ik denk ook wel redelijk vermogend persoon. Want uh, een deel van de royalties gaan naar hem toe. Ik weet nog niet of hij vandaag de dag nog steeds als founding father van Diablo, of hij daar nog geld voor krijgt. Uh, hij heeft daarna natuurlijk allerlei andere studio's nog opgericht. Dus blijkbaar had hij ook nog wat geld. Hij heeft natuurlijk een bepaalde naam waar hij mee uh, uh, kan doen. Maar, en daar wil ik mee afsluiten, hij had veel rijker kunnen zijn. Want dat is het allerbizarste gedeelte van dit hele Diablo verhaal. Uh, terwijl hij dus in die crunchtijd zat, uh, is er een man naar hem toegekomen. En ik zal even kijken hoe deze... Persoon heette, want dat weet ik niet uit mijn hoofd. Um, een persoon die uh, bij hem binnenkant hij heette, Sabir, Sabir, ik denk dat ik het goed uitnoem, Sabir Batia. En die kwam bij hem langs, uh, weet je wel, nerds onder elkaar. En hij zei: Hey dude, um, jij bent bezig met de game, ik weet dat jij een klein beetje geld hebt. Ik heb een idee om um, een e-mail server te gaan maken, een e-mail programma te gaan maken. Waardoor je via internet iedereen mailtjes naar elkaar kon sturen. En David Ravik hoorde de man aan. Hij zei, ik heb het fucking druk, gast. Uh, wat een krankzinnig dom idee heb jij. Uh, wie gaat er nou post naar elkaar versturen via internet? Uh, ga weg, weet je wel. Uh, want het aanbod was 10% van de aandelen voor een bepaald bedrag uh, voor de start-up. Hij zegt van, Rot en end op man. Dom idee, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Hij zegt... Dit is toch wel wat mij betreft mijn grootste uh, punt van spijt in mijn hele loopbaan. Want deze uh, Batia uh, is namelijk de maker van, en daar komt hij: Hotmail. Dat wat hij hem aanbood was 10% van de aandelen van Hotmail. Hotmail is uiteindelijk gekocht voor 400 miljoen dollar. 10% is 40 miljoen dollar. Dat was in 1996. Dat is de equivalent van ongeveer 80 tot 100 miljoen dollar uh, vandaag de dag. Uh, dat had hij kunnen hebben. Hij zei: ik sla mezelf nog steeds voor de kop. Ik heb gewoon niet goed geluisterd. Ik heb niet goed nagedacht. Ik was alleen maar bezig met Diablo maken. Uh, dat geld is die dus. Misgelopen. Uh, toen Diablo af was, of tijdens dat proces, is die dus overgekocht door Blizzard. Het werd Blizzard Noord. Overigens ook nog leuk. 3DO. Je weet wel van, uh, volgens mij, van Rich Tello. Dat befaamde Army Man uh, publisher en de 3DO-console. Uh, die had het dubbele geboden uh, voor, uh, voor Condor. Uh, alleen hij zegt: van ja, maar uh, ik, meer geld doet er dan even niet toe. Nee, dat snap ik wel als je hotmail afslaat. Uh, hij zegt: Ik had een goed gevoel met Blizzard. Daar ben ik bij Blizzard gebleven en eigenlijk heb ik daar nooit spijt van gehad? Um, hij heeft, wat betreft, zeggen, ongeveer 1 miljoen gekregen om onderdeel te worden van Blizzard Noord. Uiteindelijk is die ook helemaal overgenomen. Hij zei ook: daar ben ik ook heel blij mee, want ik ben geen zakenman. Nou, oké, okay, dat weten we inmiddels na dit verhaal ook. Um, maar goed, uh, Brevik is de man die Diablo bedacht had. Hij heeft het gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik uh, elke avond echt een toptijd heb met Diablo 4. Dus daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Uh, maar je ziet ook dat dat soort mensen, en dat zie je wel vaker als ze dan zo'n enorme grote hit hebben gemaakt. Dan is het zo moeilijk om daarna, uh, ja dan kun je eigenlijk vervolg op vervolg op vervolg maken. Maar dat is voor dat soort gasten vaak geen uitdaging meer. En zo'n Blizzard gaat ook niet zeggen van hey dude, bij Diablo 2 ga je het gewoon eens even helemaal anders doen. Die wil uiteindelijk gewoon geld gaan verdienen in de licentie. Vandaar, hij is eruit gestapt. Hij Allerlei bedrijfjes heeft hij het opnieuw geprobeerd. Is nooit gelukt. En vandaag de dag zit hij dus bij Greybeard. Uh, en ja, wie weet komt hij daar ooit weer iets met iets baanbrekends uit. Maar goed, dankzij deze man laten we even uh, een altaartje voor hem maken. Uh, David Brevik hebben we dus uh, Diablo 4 vandaag de dag op onze console of pc. Ja.